alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de Hokjesman. Safari, safari. Op zoek naar de doven. Waar wonen ze? Hebben ze humor? Hoe verplaatsen ze zich? Hoe feesten ze? Hoe solidair zijn ze met elkaar? En zouden ze liever willen horen? De doven zijn verstrooid over de wereld en hebben geen moederland om naar terug te keren. Toch bestaat er een dovenland, verborgen in de horende wereld. Wanneer een horende over de denkbeeldige grens stapt, dan betreedt hij de wereld van een trots volk. Een wereld die lang gekoloniseerd is geweest en nog maar net is ontzet. In het grensgebied van de dovenwereld is het heel wel mogelijk dat men een andere horende op zijn weg vindt. In veel gevallen is dat de gebarentolk. Hi. De tolk kent die andere wereld goed. Zij bezit de sleutel van de taal. D, E, F, G, dus in principe kan ik ook een woord maken met louter letters. Ja. Maar het gaat dus dan, begrijp ik, sneller als het... Het gaat sneller als je het gebaar kent. Ja. Maar als je het gebaar niet weet, dan kan je het altijd vingerspellen. En zo kan je ook communiceren. Zodra je het handalfabet eigenlijk weet, kan je heel goed communiceren met dove mensen. De tolk spreekt niet over doven, maar over dove mensen. Ze weet dat haar taak een precaire is. Komt u zelf uit een dove familie? Nee. Helemaal niet? Nee. Geen enkele dove? Een tolk die geen dove familie had, werd veelal gezien als de handlanger van de horende. De tolk, die wist wel wat goed was voor de doven. De dove mensen die zien zichzelf niet als gehandicapten. Niet? Nee. Dus als ik zou zeggen tegen een dove, bent u gehandicapt, is hij dan beledigd? Dat kan. Dat kan. Ze zien zichzelf als iemand met een beperking. Men wordt niet geacht met de tolk te spreken, maar alleen via haar. Dat zal in het begin wel even wennen zijn dat ze u niet aankijken, maar dat ze mij aankijken. En verder kunt u gewoon doen zoals u het gewend bent. Ik kijk hen aan. Ja, u kijkt hen aan en als u vragen wilt stellen, kijkt u hen ook aan. Ik kijk u nooit aan. Nee, nee, ik ben er niet. De tolk zegt, ik doe enkele suggesties. Dus niet dit, van dit doen. Nee, heeft helemaal geen zin. Heeft geen zin? Nee. Maar ga voort en stel zelf de vragen. We zien elkaar nog. Maar u bent straks de gast bij anderen. De grootste kans om een dove aan te treffen maakt men in het noorden van het land. Vlak buiten de stadsgrenzen van Groningen huist het Kentalis Doveninstituut. Het statige hoofdgebouw beschut een veilig reservaat erachter, met scholen en pleinen. Aan de voorzijde prijkt het hoofd van Henri Daniel Guillot, een predikant die het nodig achtte dat de doven onderwijs kregen. 220 jaar later is zijn school er nog steeds, de Guillot-school. Wat valt op? Jeugd die naar school komt met zware koffers. Terug van een verblijf in een andere wereld. Kabaal op het schoolplein. Er wordt geroepen. Maar de voertaal is gebarentaal. De vreemdeling is hier onthand. Wat bedoel je? Nog eens een keer? Orde wordt gehandhaafd zonder stemverheffing. Nee, ik spreek het niet. Ja.
sorry. Velen hebben een mechaniek in en rondom het oor. Er zijn dove onderwijzers. De taal lijkt met het hele lichaam gesproken te worden. Bij vreugde wordt er gewapperd. Er zijn ook horende onderwijzers. Hoor je mij, Gijs? Bram, hoor je mij? Ja. Met hun mechaniek kunnen sommigen de stem van de onderwijzer verstaan. Aanraking lijkt gangbaar in de omgang. Zelfspot bij een grap. Hoe doet een dove heimelijk zijn behoefte in het bos? Ronddraaiend, want eventuele passanten kan hij niet horen. En de vreemdeling, die wordt met plezier ingewijd. Ik hou jou. Van jou. Nou, dat is eigenlijk I love you in het Engels. Ja, dat is zo. Leeuw. Een tijger. Een tijger. Jas. En bril. Jas. En bril. Schildpad. Schildpad. Regen. Sneeuw. Onweer. En onweer. En spelen. Spelen. En wat is dit? Wat is dit? Eiland. Dat is gewoon een radansje. Oh, is een radansje. Eiland. Opgegroeid en vertrouwd met gebaren, leren de kinderen hier al op jonge leeftijd een tweede taal. Een vreemde, weerbarstige taal. Het Nederlands. Met haar letters die verwijzen naar ongrijpbare klanken. En met raadselachtige bouwstenen, zoals lidwoorden. Horende kinderen, die horen heel vaak hun papa of mama of andere kinderen zeggen: haal jij de melk of pak jij het boek? Maar wij, of jullie als dove kinderen, die moeten het altijd onthouden. Het zal een lange weg zijn voordat de leerlingen hun eigen taal niet meer letterlijk vertalen naar het Nederlands. Prik ik bij een en dan houden we een fotokrant. De kinderen lachen die grappen. Velen zullen hier op de GIO-school een praktijkopleiding volgen. Slechts een enkeling zal naar de HAVO gaan. Voor hoger onderwijs dan de HAVO moeten ze de stap wagen naar een horende school. Het Doveland strekt zich verder uit, de stad in. De middelbare scholieren van de GIO-school die niet in de nabije omgeving wonen, zijn ondergebracht in internaten. Midden in een horende straat staat een viertal grote woningen waar de dove jeugd onder begeleiding woont. Er is geen haast. Tevreden wordt er getand. Doven zeggen wel eens dat zij eenmaal in gesprek de tijd snel vergeten. Men grapt zelfs over een eigen tijdzone. Deaf Standard Time. Lokale tijd in Doveland. Doof, ja. Ik kan een beetje horen. Kan je een beetje horen? Ja. Waar hebben jullie het over? Waar praten jullie over? Nee, ik wil alleen een mop. Een mop? De koffers zijn gepakt voor een doordeweeks verblijf. Verschillende leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Maar ook verschillende gradaties van gehoor. Aardappelpuree, ja. Maar dan net geen puree. Nee, dat is jammer. En heb je nog verzorging? Ga je met verzorging ook nog koken? Nee. De horende wereld ziet ze het liefst verdwijnen, deze internaten. De roep van adviseurs en deskundigen om de doven zoveel mogelijk op horende scholen te plaatsen klinkt steeds luider. Die roep wordt hier overstemd. Het is een gangbare vergissing om te denken dat er in het leven van de doven geen muziek bestaat. De een voelt trillingen, de ander kan een melodie ontwaren. Maar ik zou bijna vragen, hebben de buren er geen last van? Die zijn ook doof. Die zijn ook doof. Handig. Wordt er binnen de dove gemeenschap anders gekeken naar slechthorend en naar... Is daar een verschil tussen en helemaal doof? Niet. Ik denk dat het verschil is dat niet dat je doof of slechthorend bent, maar of je gebaard of niet gebaard bent. Alle kinderen in Nederland die slechthorend zijn of doof leren ook wel gebarentaal. Niet?
Niet alle kinderen die doof slechthorend zijn leren gebaren. Nee. Sommige ouders kiezen er ook voor om dat niet te doen. En sommige ouders wel. Ja. Wat is nou, behalve het verschil, het kunnen horen... Wat is het verschil tussen de dove wereld en de horende wereld? Als je de horende wereld, nou, dan ben je echt alleen. Dat heb je allemaal horen in mijn gemeente. We moeten veel moeite doen om de persoon te kunnen volgen. Maar in de dove wereld, dan iedereen is gelijk en iedereen begrijpt elkaar. Voor veel doven is de horende wereld een curieus schouwtoneel. Bevolkt door wonderlijke wezens. Mensen die kunnen horen. De moderne stadsdove heeft dagelijks met ze te doen. Zie bijvoorbeeld de dove jongeman Gomer. Hoe hij wandelt te midden van de horenden. Met hun eigenaardige eigenschappen en opmerkelijke verwachtingen. Zo merkt hij dat horenden verbaasd zijn om te zien dat hij een automobiel kan besturen. Horenden denken dat wij in stilte leven, zegt de dove. Dat moet een metafoor zijn, want we leven niet in stilte. Voor doofgeborenen is stilte net zo'n abstract begrip als geluid. Horenden zouden evengoed kunnen zeggen dat wij leven zonder staart. Het is even betekenisvol. Ook opmerkelijk, horenden denken in gesproken taal, met een innerlijk stemgeluid. Anders dan wij doven, die vaak denken in gebaren of lipbeelden. Vergeleken met die van ons is de blik van horenden weinig accuraat. Mensen die horen maken nauwelijks gebruik van hun ooghoeken. Een relatie met een horende is wel mogelijk. Maar andere horenden zullen vaak de neiging niet kunnen weerstaan om de horende partner als tolk te benutten. Evengoed geeft het de horende vaak een voldaan gevoel wanneer hij een gebaar weet te begrijpen. Een horende beseft vaak niet hoe snel een dove het gemoed weet te peilen. Een leugentje om bestwil wordt vaak doorzien. De mimiek van horenden is eenvoudig te lezen. Een horende is vaak wat onwennig met de fysieke aard van de gebarentaal. Maar je kan de horende prikkelen door haar aan te leren hoe er in het donker van de nacht alsnog gecommuniceerd kan worden. De oplettende horende zal merken dat de dove gemeenschap regelmatig neerstrijkt in de horende wereld. Van het een op het andere moment worden om de horende heen meer gebaren gemaakt dan dat er gesproken wordt. Het kan hen bevreemden om opeens de talige minderheid te zijn. De horende zal merken dat het er niet stil is. Maar dat er ook gefluisterd kan worden. Enigszins afgewend van de groep en met kleine gebaren kunnen persoonlijke details discreet gedeeld worden. Grappen worden getoond door meestergebaarders. En een horende moet niet verbaasd zijn wanneer hij aan de handen hangt van de humorist. Aan de rand van Ede ligt het pronkstuk van Doof Nederland. De Gelderhorst is de enige plek in Europa waar oudere doven bij elkaar kunnen leven en vooral elkaar kunnen zien. Dit is Deaf Space, de dove ruimte. Een omgeving die volledig is ingesteld op de visuele mens. Open ruimtes, veel licht, weinig visuele obstakels, zodat iedere blik een kans krijgt. Bordjes met niet alleen de namen van het personeel, maar ook hun naamgebaar, hun roepnaam in gebarentaal. Lichtsignalen. En ronde tafels voor de optimale dialoog.
praatje wordt niet gehinderd door afstanden. Dag meneer Zwaal. Goedemorgen. Wij willen heel graag bij u langskomen. Kunt u vertellen, uitleggen hoe ik daar kom? U kunt via de slurf naar mij toe lopen. En dan vervolgens weer naar beneden, kunt u even aanbellen. Gebarentaal heeft altijd bestaan, overal waar er doven waren. De doven hadden vaak niet veel, maar ze hadden wel hun gebaren. Tot het jaar 1880. Op een internationaal congres voor dovenonderwijs vonden de horende docenten dat het tijd was om de gebarentaal te weren van de scholen. De gebarentaal, het enige exclusieve domein van de doven, moest bij het vuilnis. Zijn jullie allebei doof geboren? Ja. En ook 100% doof? Stokdoof. Stokdoof. Oké. En leerden jullie dan op school gebarentaal? Nee, het was liplezen, spraak of zien. Taal. En taal, de taal leren gebaren, nee, dat mocht niet. En ben je met doof onderling, ja, dan ga je gebaren. De horende docenten hadden besloten dat de gebarentaal voor niemand tot nut was. En in hun wijsheid beschikten zij dat het onderwijs gericht werd op spreektherapie. Leer praten, dan wordt het misschien nog wel wat met jou. Vroeger vond men, als je gebaar maakte, dan beschouwde men als dom. Begrijp ik dat goed? Ja. Meneer en mevrouw Zwaal, die bleven wel gebaren. Onder elkaar. Maar gewoon praten. En op school was het ook veel praten, oraal. Maar was je buiten met spelen, dan was het allemaal gebaren. En het gaat gewoon vanzelf. Boven de rivieren, waar meneer Zwaal op school zat, was het niet altijd zo streng. Maar daar beneden, in Brabant... Katholieke school was dat. Katholiek. Die waren streng. Nee. Strenger. Zij die er vandaan kwamen, noemden het Gestel. Van Sint Michiels Gestel. Iedereen kent het gebaar. Dit is het gebaar van Gestel. Oh, dit is het gebaar van Gestel. Ja. Waarom is dit... Kruis. En velen hier zijn er opgegroeid. En zij komt van Sint Michiels Gestel? Ja. Aha. Op het Instituut voor de Doofstommen waren de docenten eerst en vooral ontstommers. Diabolo. 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 Het valt mij op dat u steeds woorden maakt en dat u weinig gebaren maakt. Hoe komt dat? Bijna geen gebaren. Ik weet het niet. Dat is u niet geleerd? Nee, niet. Gebaren niet. Praten. Naast praten moesten de kinderen leren raden wat de horende zeiden. Spraakafzien heet dit. Beter bekend als liplezen. Nog steeds een haast onmogelijke opdracht om betekenis te vinden in een maalstroom van mondbewegingen. Kijken naar mond en mimiek. Hopen dat er een bekend woord op te vangen is. En vervolgens het onderwerp van het gesprek inschatten. Het gebruik van het vingeralfabet is geen eigenlijke onderwijsmethode. Het diende vooral en ook thans nog wel in sommige scholen als hulpmiddel bij het afzien. Het leren van de gesproken taal was zo uitputtend dat er voor andere studieonderdelen amper tijd was. En tot de jaren 90 van de afgelopen eeuw bleef de gebarentaal een taboe. Het werd gezien als tekenen in de lucht, kinderlijk en oppervlakkig. Om je voor te schamen. Het gebruik ervan werd berispt. Streng? Ja, heel erg. Al die zusters. Die moesten met de handen achterop, anders werden ze kwaad. En dan... Nou. Nah. En dan moest je zo in de klas staan. En dan moest je praten. Mag niet gebaren. Praten. Je moest praten.
Op de zon- en zaterdagen vinden hier talloze reunies plaats. Menig bezoeker is horend kind van een dove ouder. Maar er zijn ook families die al generaties doof zijn. Met zowel spot als eerbied noemt men die families wel eens de elite van de dove gemeenschap. Zie mevrouw Elverink. Net als zij zelf waren haar ouders doof. Haar echtgenoot was doof. En haar zoon Benny was doof. Eerst was Benny nog gewoon doof. Maar later werd hij doof met een hoofdletter D. U zette zich ook af tegen die horende wereld. Klopt dat? Ja. Vroeger was het een hele andere tijd ook, hè? Ja, als wij op straat gebaren maakten, dan keek iedereen ons vreemd aan. Nee, dan vonden ze dat een soort aapjes, deden ze dan aapjegebaren, dan deden ze hier, trokken ze gekke gezichten naar je. Dat was hetzelfde als wij in de tram zaten, toen ik klein was en samen met mijn moeder in de tram zat, dat ik dan wat wilde vertellen aan mijn moeder in gebarentaal. En toen zei mijn moeder, niet doen joh, dat kan je niet doen, want dat is niet prettig. En al die mensen kijken dan naar ons. Doof met een hoofdletter D noemde zich de doven die rebelleerden tegen hun status als hulpbehoevende gebrekkigen. Ze waren niet gehandicapt. Ze vormden een taalgemeenschap. Steeds vaker en stelliger werd er gesproken over een dove cultuur. En er kwam hulp uit onverwachte hoek. Door de komst van allochtonen is Nederland ook veranderd. En staan Nederlanders veel opener ook in communicatie. Niet alleen met praten, men staat nu ook open om gebaren te maken. Ja. En mijn man werkte in de scheepswerf. En daar werkten heel veel gastarbeiders. En tussen hen was de communicatie fantastisch. Die was echt geweldig. En die mensen maakten kennis en het gebaar voor koffie. Noem maar op, dat liep gewoon. En dan heb je het over Turken en over Joegoslaven niet, maar Turkse mensen, vooral Spanjaarden. En daar ging het gewoon, de communicatie gewoon fantastisch mee. Buitenlandse mensen die zijn veel opener in de communicatie. Die staan veel opener in de communicatie. Om op een andere manier te communiceren. Benny's vrouw Ingrid was ook doof met een groot D. En ze kregen twee dochters. Alessa, de eerstgeborene, was horend. Daarna kwam Jolien en zij was doof. Beide dochters groeiden op met gebarentaal, waardoor ook de horende Alessa mag zeggen dat zij doof is met een groot D. Deel uitmaakt van de cultuur en volwaardig lid van de gemeenschap. Ja, we hebben gebarentaal gebruikt toen ze baby was al. Ja, want we wisten dat ze hoorde. Maar het spreken, het eerste woordje wat ze sprak. Ze was niet het eerste gebaar wat ze maakte, maar het eerste wat ze zei was een woord. Het woord papa. Dat is het eerste wat ze zei. En niet het gebaar, maar ze zei het gesproken woord, papa. Dus dat was wel iets waarvan we toen dachten van, oh, dat is nou jammer. Dat ze papa zegt in plaats van papa gebaard. Ja. Maar hoe weet je nou dat het goede woord was, vraagt. Papa. Ja, de oppas. Heb je het gevoel soms dat je tussen wal en schip verkeert? Nou, in de eerste plaats is het wel makkelijk, want ja, je kan van alles zeggen dat ze niet verstaan. En ja, je kan toch weer een aparte taal. En daar maak ik dan wel ook gebruik van. Ja, oké. Okay. Heb jij soms het idee dat je de horende wereld moet verdedigen in de dove wereld? Ja. Hij heeft heel vaak de neiging om te zeggen dat de horende wereld heel asociaal is en zichzelf een beetje hoog voelt. Dan zeggen ze dat het heel asociale mensen zijn. En daar heb ik helemaal. En als je het over wij hebt, zeg je dan wij horende of wij doven? Ja, met wij bedoel ik toch wel de horende wereld. En zeg maar de horende. Maar ik kan ook met zij weer de horende bedoelen. Dan zit ik weer in de dove wereld. Ja. Maar zou jij nou, bijvoorbeeld als jij, een beetje een rare vraag misschien, maar verkeer je liever in de dove wereld of in de horende wereld? Ik zou kiezen voor een dove dorp. Dat omdat ik ben echt doof. De horende wereld heb ik gewoon niks mee, daar hoef ik niks mee. Daar heb ik ook helemaal niks. Maar juist die dove wereld vind ik geweldig. Daar kan ik gewoon lekker communiceren, kan ik lekker aan het gebaren, kan ik gewoon lekker kletsen. Maar ook, doven hebben veel meer humor. Horenden zijn, die hebben wat minder humor, vind ik persoonlijk. Wel niet minder. En dat heeft meer te maken met mimiek en zo.
In de binnenstad van Groningen is het Dovenclubhuis een begrip in de dovengemeenschap. Hallo. Alle generaties komen hier, maar deze dag is het clubhuis van de gouden generatie. De jongeren van de Guyot-school die opgroeien in een tijd waarin hun taal niet meer beteugeld wordt en als volwaardig wordt gezien. Ze worden begeleid door zelfbewuste doven, gelijk Dirk-Jan, die nooit horend was en het ook niet zou willen zijn. Veel van zijn leerlingen hebben op hun hoofd een uitvinding uit de horende wereld. Het CI, het cochleair implantaat. Het apparaat dat weer toegang geeft tot geluiden. Bij de een werkt het wel, bij de ander niet. Sommigen kunnen verstaan wat er gezegd wordt, anderen zijn hoogstens aanroepbaar. Maar veel dove kinderen hebben er tegenwoordig een. Het Dove Clubhuis biedt onderdak aan de Dove Voetbalvereniging, het Dove Biljart, de Dove Vrouwenvereniging, de Dove Kerkdienst en de maandelijkse Doven Eetclub, waarvoor kinderen van de Guyot-school een maaltijd bereiden. Kunnen de anderen kunnen dan snijden? Ja, we gaan snijden. Stoot jullie samen snijden? Eentje zo in, ander zo roeren. Gaat sneller. Ik zie dus dat kinderen praten dus soms in taal, gewoon gesproken taal, soms met gebaren. Ze schakelen steeds, heen en weer. Ja, ze zijn tweetalig. Het hangt er vanaf wat ze zelf prettig vindt. Ik praat niet, ik doe heel veel gebaren. Ja. Maar het hangt maar net vanaf wat de kinderen prettig vinden. Jij kan ook een beetje horen, hè? Ja. Maar vind je nou prettiger om gebarentaal te spreken? Of liever gebarentaal. Liever gebarentaal. Ja? Is het ook een soort geheimtaal? Dat je dingen kan zeggen die de horenden niet kunnen horen? In horende wereld, ja. Ja. In horende wereld, ja. Ja. Nadat een horende bezoeker eens had opgemerkt dat hij enkel gesmak hoorde bij de Dove Eetclub, gaf Dirk-Jan het maandelijkse diner de naam Smakgroep. De oude en de gouden generatie komen hier samen. Met behulp van de doofvriendelijke lichtknop wordt het hoofdgerecht aangekondigd. Er bestaat hier geen afgunst tussen de generaties. Hoewel de jeugd heus wel even mag weten hoe het was als je vroeger wilde gebaren. Echt zo? Ja. Ja, de jongeren van nu, met hun vrijheid te gebaren, met hun CI, het zijn bevoorrechte doven. Maar de oude problemen, die blijven. Nou ja, het vreemde is als ik met je praat, dat ik helemaal niet de indruk heb dat je doof bent. Nee, dat is op zich ook wel fijn, weet je. Dat is ook, dan kunnen mensen mij goed begrijpen. Maar het is ook wel eigenlijk niet zo fijn, want dan vergeten mensen heel snel dat ik wel een beperking heb nog steeds. Ook met woord te stellen, dan heb ik het ook wel moeilijk om mensen te volgen. Iedereen wist dat Jantine goed kon leren. Maar hoger onderwijs dan de HAVO kon zij op de dovenschool niet krijgen. Dus koos ze voor een horende school. Aan haar cijfers lag het niet en aan de docenten ook niet. En al helemaal niet aan haar horende vriendinnen. Maar uiteindelijk ontstond er bij Jantine toch het besef dat ze op deze school niet thuis hoorde. Ja, op de horende school had ik ook altijd hoofdpijn. Ik was zo moe en dan werd ik verdrietig. Ook dat vriendinnen niet kon volgen. Ik wou er ook eens bij horen. Ik wou ook in de pauze ook alles volgen. Dus je moet daar ook wel een beetje tegen kunnen. Maar ik werd op een gegeven moment gewoon zo zat. Dan, dit hou ik gewoon niet meer voor. Op een gegeven moment word je ook gewoon zo verdrietig daarvan. Nu zit je op een... Wat voor school zit je nu? Kun je Oostschool. Wat voor niveau? Nu HAVO. Je zit nu op HAVO. Ja. Terwijl je zou eigenlijk ook op een VWO kunnen zitten. Ja, eigenlijk wel. Dus dan doe je een stap naar beneden. Ja, maar dat had ik er echt voor over. Dat had je er echt voor over. Ook aanwezig is meneer Van den Hengel. Hij wordt niet meteen begrepen. Hij heeft zijn eigen gebaren. Geestelijk hulpbehoevend als hij is, leeft hij als enige dove te midden van horenden op een zorgboerderij. Dit is de eerste keer dat hij onder doven verkeert.
en hij zoekt naar de bewijzen van verwantschap. Bij ieder gehoorapparaat dat hij telt, stelt hij gefascineerd vast dat er meer zijn zoals hij. Vaak genoeg wordt er uit het zicht de spot gedreven met het stemgeluid van doven. Zo niet anders onder de jonge doven zelf. Wat is er aan de hand? Oh, de boven. Die man. Het is ook uitlachen wat je doet, hè? Het is ook een soort uitlachen wat je doet. Hem. Een beetje. Nee, ik lach toe. Ja, je lacht toe. Er was een tijd dat Dirk-Jan niets wilde weten van horenden. Want ik weet zeker dat voorheen, als jij zou komen, zou ik me daar heel erg tegen verzetten. Als geuzendaad plaatste hij het dove logo op zijn arm als tatoeage. Wil je hem zien? Ja, ik wil hem zien, Dit is hem, oké. Okay. Hij is doof met een strijdvaardige hoofdletter D. Dit is de kleine letter D en dit is hoofdletter D. Ja. En hij begrijpt wel waarom sommige doven een alternatief gebaar gebruiken voor het implantaat. En sommigen doen dit als een gebaar. Dat is een pistool. Ja, een soort als een pistool, zeg maar, dat je in je hoofd wordt geschoten. Maar er is ook nog een ander woord. Wat is de officiële term? Twee vingers daar. Ik heb de indruk dat die jonge kinderen bijna allemaal zo'n ding hebben. Maar waarom heb jij geen implantaat? Wat verder? Moet deze weg? Ik kan deze niet meer afwassen. Eraf halen. Dus dat blijft gewoon. Ja, ik hoef geen CI. Nee, dit blijft gewoon. Mijn tatoeage, dat ben ik. In de dove wereld zijn er meer die niet betoverd zijn door het implantaat. In een klein huisje in Haarlem, bewoond door een dove socioloog en een dove taalwetenschapper, worden vraagtekens gezet bij het heil van de uitvinding. Als zogenaamde plotsdove is Wouter nog opgegroeid met geluid. Maar zijn dochter Sophie is doof geboren. Zijn echtgenote Annemieke is doof geboren. En zijn zoontje Bob is doof geboren. Een betreurenswaardig lot volgens de gehoorwetenschappers van weleer. Over de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen met aangeboren of vroeg verworven doofheid. Wij merkten al op dat dove kinderen weinig invoelingsvermogen toonden. Meestal dringen slechts de hevigste en meest brute uitingen tot hen door. Zij hoorden de liefkozende klanken hunner moeder niet. Het babylied kalmeerde hun schreien niet. Door het gemis van het horen is de wereld van deze kinderen verarmd. Omdat Wouter zelf een implantaat had, werd verondersteld dat zijn kinderen het ook zouden krijgen. Maar na lange discussies besloten Annemieke en Wouter dat hun kinderen niet hoefden te worden gerepareerd. Ze waren immers niet stuk. Voor bijna alle medische mensen die zich bezighouden met doof, slechthorendheid, is het een gebrek dat je moet repareren. Dat je enigszins kunt repareren ook. Maar gebarentalen, doofcultuur, dat wordt dan altijd opzij geschoven. En wordt altijd geconcentreerd op het horen, op de hoorontwikkeling, hoorrevalidatie enzovoort. Maar nu hebben jullie hebben besloten om bij Bob, en ook bij Sophie neem ik aan, geen implantaat te laten installeren implanteren. Ja, als moeder heb je twijfels. Je wilt het beste voor je kind. Je hebt moedergevoelens. En Wouter was meer resoluut. Die dacht, nee, dit besluiten we zo. Terwijl zij 100% doof is geboren en jij nog half horend bent geweest. Ja, omdat wij dus geloven dat je als doofpersoon prima kunt opgroeien met gebarentaal, met doofcultuur, een doofidentiteit. Dat je kunt gaan studeren, kunt werken, gelukkig kunt worden, gelukkig oud kunt worden. En een CI maakt je niet meer gelukkig of minder gelukkig. En kinderen met een CI, die zijn heel verschillend in wat ze horen. Ze zijn niet gelijk aan kinderen die 100% kunnen horen. Ze kunnen niet alles horen. In een groep voelen ze zich toch
daarbuiten en ze gaan zoeken naar waar ze bij horen. Het is voor hen niet de keuze tussen een doof en een horend kind, maar tussen een doof en een slechthorend kind. Wouter had gezien dat zijn vrouw Annemieke gelukkiger was opgegroeid als dove dan hij als slechthorende. Hij was een vreemdeling in zijn eigen klas, kon weinig volgen. En zij had cultuur. Ze had zelfvertrouwen. Ze had een taal die haar deed opbloeien. En dat gunde hij ook zijn kinderen. Hij heeft wel de pijn van het doof zijn. Maar dat lijkt mij minder pijnlijk uiteindelijk dan het, zeg maar, het slechthorende pijn. Het was duidelijk. Liever volwaardig lid van één groep dan half lid van twee groepen. Ging men tegen jullie in discussie? Met jullie discussie? Familie, vrienden? Ja, dat is wel geweest. Met familie en de omgeving. Het is best wel grappig dat in het begin van de CI, in de jaren 80, 90, dat meer CI kwam. Dat er ook heel veel doven waren die zo tegen waren. En sommige van die extreme tegen CI, die hebben nu zelf een CI. Die zijn op een of andere manier zijn ze misschien wel bezweken aan de druk of de verleiding om toch een CI te doen. Maar ik ben ook blij er zijn ook gewoon dove mensen die als ik dan vertel, ik heb een doof kind en een dove dochter, dan zeggen ze, hey, goed gedaan joh, je hebt goed gedaan. Dan zijn ze gewoon blij, dan hebben we er weer iemand bij. Sophie en Bob blijven doof. En ze zullen opgroeien in Groningen, op de Guillot-school. Vandaag tekenen jullie. Het huis in Haarlem is verkocht. Pagina 2, daar staat exact op wat jullie verkopen, de woning. In Groningen, zeggen vader en moeder, kunnen jullie aansterken in een vertrouwde omgeving. Zodat jullie straks met die grote D de horende wereld in kunnen stappen. In de hoofdstad van het land, verborgen in een rumoerige wijk, staat het DOPA, het dovenpand. Een soort studentenhuis waar een negental dove jongeren resideert. De lichtbel is immer buiten dienst, maar iedereen is welkom. Ja, iemand zei ook bijvoorbeeld tegen mij, oh, ben je doof? Je ziet er heel normaal uit. Ja, hallo, ik ben geen monster. Gebeurt het vaker dat hier een horende als enige, zeg maar, aan komt eten bijvoorbeeld? Gebeurt dat wel eens? Nee, nooit. Eigenlijk niet, nee. Nou, heel af en toe, mijn zus wel. Ja, maar die dat is bijna alsof er een doof is, zeg maar. Ja, maar jij gaat met je zus samen, maar zo met een hele groep doven en één horende, dat is bijna nooit. Gebeurt niet. Want leg even uit, ja. Misschien is het handig als je eerst nog even aan mij vertelt waar we precies zijn. Nou, dit is het dovenpand. Dopa. Ja. Dopa. Dit is het gebaar voor dopa. Dit is het gebaar voor doop. Drugs. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. Dit is een beetje een cool gebaar, we willen het cool houden. Dus afkorting dopa. Wij voelen ons eigenlijk gewoon hier thuis. En dit is ons thuis. Vooral omdat we door de communicatie. Je komt in het huis, uit die horende wereld. Je bent moe, je bent het zat met al die dingen waar je tegenaan loopt. En je komt hier binnen, je krijgt een gezonde zuurstof, zeg maar. En je kan je opladen voor de volgende dag. Waren jullie bevriend met elkaar geraakt als jullie horend waren? Of is het echt ook door de doofheid die jullie... Nee? Met het ene been in de horende stad en het andere in dit toevluchtsoord zijn de bewoners goed in staat om te reflecteren over de schaduwkanten van beide werelden. Is er binnen de dovengemeenschap ook sprake van een onzichtbare hiërarchie? Dat bijvoorbeeld mensen die 20% horen, dat die zich beter voelen of misschien worden gezien als beter? Hoe werkt dat? Sommige doven zeggen, oh, die gebarentaal, dat is helemaal niks. Ik ben beter. Mijn Nederlands is beter en ik spreek beter. Maaike, ja, wat grappig is, wat jij zegt, er is ook een groep dove mensen die dan heel goed kunnen praten. En wij kunnen heel goed gebaren. En dan zeggen wij, wat een arrogante mensen die zo goed willen praten. Ja, dus klopt. Er zit ook absoluut weer iets van contradictie in. Ja. Ja, paradox is het zeker. Als een doof iemand die heel goed groeit en veel bereikt,
Hij wordt soms door andere doven uit de mand, zeg maar, naar beneden gehaald. Zodat hij niet door mag groeien. Je moet hetzelfde blijven als ons. Niet beter worden dan wij. Andere doven worden dan soms jaloers. Succes me niet gegund. Je hoort gewoon... Precies. En ook soms zeggen, oh, diegene is slecht. Kijk dan hoe die zich ontwikkelt. Er worden allemaal negatieve dingen over die persoon gezegd. En vervolgens trekken ze iemand naar beneden. Ja, leg uit. Wat is dat? Nee. Bij doven heren zeggen ze heel vaak, we eisen een deel van het succes op. Ja, dat is een bepaald gevoel, denk ik, wat zij hebben. Zo van, hé, jij bent doof, ik ben doof. Dus dan, we moeten dat succes inderdaad delen. Eigenlijk zeg jij, volgens mij, dat er een soort bijna gedwongen solidariteit bestaat. Ik heb ook... wij zijn doof, dus ik verwacht hulp van jou. Ik verwacht, wij zijn allebei doof, ik verwacht iets van je. Als jij succesvol bent... moet je delen. Ja, moet je, je moet je succes delen met de anderen. Eigenlijk is de dove gemeenschap echt heel erg aan het ontwikkelen. We kunnen heel rijk worden, zeg maar. We hebben goede kwaliteiten, maar we gebruiken elkaar kwaliteiten niet altijd. Het is eigenlijk hartstikke dom dat we elkaar naar beneden trekken. Als wij persoonlijk iets hebben, dan wordt het zakelijk ook meteen afgekapt. Ja, het heeft ook wel te maken, hè, met steeds meer doven. De wereld wordt ook steeds toegankelijker voor doven. En heel veel doven hebben die kans nooit gekregen, of die toegankelijkheid. En dat is ook dat ze denken, hé, waarom zij wel en wij niet? Eens in het jaar, ergens ter wereld, op een afgesproken plek, komen jonge doven vanuit alle windstreken naar elkaar toe voor een feestelijk rendezvous. Heden valt de eer toe aan Amsterdam. Op een steenworp afstand van de Dopa beginnen de festiviteiten. Men komt hier uit Denemarken, Duitsland, te herkennen aan de piek in de oude oorlogshelm, Hawaii, Finland, Spanje, Italië, daar waar zelfs de horenden goed kunnen gebaren, beamen ook de Finnen, die zichzelf wat vlak vinden, maar met een groot hart. Maar de meesten komen toch uit dat andere land. Jij bent Nederlands dus? Nee, ik kom niet uit Nederland, maar uit Doveland. En daar is alles rood. Geluid is rood, je kunt het zien. En al ontmoet je elkaar hier voor het eerst, in Doveland is geen tijd voor omslachtigheid. In Doveland lacht men vriendelijk en geduldig wanneer de buitenstaander blijft pogen gehoord te worden. In Doveland denkt men wel eens aan dat Amerikaanse dorp, waar vroeger zo'n groot deel van de bevolking doof was, dat zelfs de horenden onderling gebarentaal spraken. Zo zal het niet meer voorkomen. In Doveland wordt zelfs gefluisterd dat de doven over 100 jaar niet meer zullen bestaan. De wetenschappelijke vooruitgang, zo zeggen sommigen, zal ons doen uitsterven. En daarmee onze gebarentaal. Met haar grammatica die in vloeiende patronen door de ruimte beweegt. En, zeggen sommigen, onze scholen zullen verdwijnen. Misschien hoort Bob bij de laatste doven. En vertelt hij op een dag zijn kleinkinderen over de cultuur en de geschiedenis van zijn verdwenen volk. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.